zover. Het nieuwe seizoen gaat beginnen in Brawl Stars. Morgen is het zover. En dan kunnen we Colonel Roofs prijs gaan spelen. Ja, dan moeten we dan nog wel even de Brawl Pass dan gaan kopen en doen. Maar dat komt goed, dat komt goed. Maar we gaan deze video alvast dozen verzamelen. Voor natuurlijk de nieuwe knokker die uit gaat komen. En ook voor alle gadgets die eraan zitten te komen. Want komende weken worden er elke week 2 gadgets released. Ja, en als die uitkomen, wil ik ze natuurlijk hebben. En dan is het gewoon handig dat je veel dozen klaar hebt staan. Dus ik heb momenteel al 48 dozen. Dat is al echt insane veel. Maar we gaan deze video ervoor zorgen dat ik nog meer dozen vrij ga spelen. Ik heb echt vet veel potjes hiervoor moeten spelen. Qua voorbereiding. Ik heb nu 7 wins met Jesse. 7 met Frank. Daarvoor moet ik nog 1 keer winnen. Bo ook. Shelly ook. Bee ook. Ik moet nog wat damage doen met Bo. Ik moet damage doen met Dynamite. In ieder geval, dat gaan we allemaal doen in deze video. En dat doen we in de solo showdown map. Dan kunnen we gewoon maps gaan testen. En ondertussen opdrachten te voltooien ook nog. Dus dat is een perfecte combinatie, vind ik zo zelf. En dat we dan dozen verzamelen voor de nieuwe knokker is helemaal perfect. Maar als jullie er zin in hebben, smash een duimpje omhoog. 4000 likes zou heel nice zijn als het gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. En ik ga trouwens maandagmiddag ga ik live. Dan ga ik spelen met de nieuwe knokker. Ga ik hem ontgrendelen. Gaat heel erg nice worden. Dus abonneer en dan ben je sowieso up-to-date. Dan volg me even op Instagram. Dan zet ik het ook altijd eventjes in mijn story op het moment dat ik smiddags live ga. Dus dat kan ook. Joran, lage streepje Bouws. En mocht je trouwens morgen de Brawl Pass kopen, vergeet natuurlijk niet de code Bouws in te vullen. Wordt gewaardeerd als je dat doet. En check Bouws.nl voor mooie Bouws aan mijn kleding. Maar laten we maar beginnen. En dan begin ik gewoon lekker met Jesse. Ik wil gewoon een beetje de vulpunten bij langs gaan. En als we alles voltooien, hoeveel dozen krijgen we dan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grote dozen. En dan normaal gesproken ben je daar dan toch zo'n 10 euro aan edelstenen voor kwijt. Als je dat gewoon zou willen kopen in een store. Dus dat is best wel nice. Maar ik ben erg benieuwd hoeveel grote dozen ik uiteindelijk kan hebben. Dit is echt niet normaal. Want het duurt nog heel eventjes in het seizoen. Misschien dat ik er nog iets bij elkaar kan krijgen. Maar laten we maar lekker gaan spelen. En ja, in de top 4, dat telt al als win. En dan gaan we natuurlijk ook kijken of we leuke maps tegen kunnen komen. Moet het spel niet gaan laggen zoals die nu doet. Yo, die Edgar die is in 1 keer wel weg. Ik ben een beetje bang dat die Edgar hier over die muur gaat springen. Maar dit is nog niet de map waarvan ik denk, ja, dit is echt heel nice. Als ik mijn super kan krijgen op die bol, dat zou wel nice zijn. Oeh, die is nu dood. Oké, top. Dan ga ik nu naar die Dyna. Ja, nice. En dan heb ik misschien wel. Oké, die Edgar moet vooruit kijken. Als ik nou hier gewoon... En dan zet ik mijn gadget ook nog in. En top. Dan is hij al bijna dood. Oeh, dat scheelde niks. Kom maar op, Edgar. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Oh, ik had geen ammo meer. Anders had ik hem kunnen killen. Er moet nog even 1 iemand doodgaan. En dan zitten we in de top. Dus ik wil eigenlijk dit nog even overleven. Edgar, je mag me killen als we in de top 4 zitten. En oké, nu moeten we uitkijken. Maar we zitten in de top 4 en ik heb hem nog gekild ook nog. Ik heb hem nog gekild ook nog. Oké, kom op, kom op, kom op. Oh, helaas net niet. Gaat hij nog dood? Gaat hij nog dood? Oh, ja, ik heb hem nog gekild ook nog. Ja, derde, tweede, maakt niet uit. We hebben de opdracht voltooid, dus de eerste opdracht is meteen gelukt. En hopelijk gaan we nog echt een paar hele leuke maps tegenkomen. Dat zou mooi zijn. Maar we hebben ondertussen 49 grote dozen. Let's go. Dan ga ik Frank nu selecteren. Gaan we even een potje doen met Frank. En je wordt wel ingedeeld met spelers die even hoog zitten qua trofee. En Frank heb ik op de 726, zag ik. Dus dan moeten we wel tegen redelijk ervaren spelers. Oh, die kistjes in het midden, die zien er wel heerlijk uit. Hoe gaan we dit ooit doen? Kunnen we die misschien al hebben? Ik moet nu even uitkijken. Want die Colt heeft natuurlijk veel langere range. Maar als ik van dichtbij ben, dan kan ik hem natuurlijk eigenlijk ook best wel makkelijk killen. Dankjewel, Colt Appetee. En dan heb ik nu ook mijn super. Ik wil even naar het midden gaan. Oh, je kan hier gewoon omheen lopen. Ik dacht, ik zet mijn super in tegen die muur. En dan kunnen we dan op die manier naar het midden. Maar dat is niet eens nodig. Dan moet er ook... Ik ga gewoon die telefoon nemen. Ik zie wel waar ik uitkom. Oh. Nou, dit schiet dan ook niet echt op, hè. Maar er moet nog 1 iemand dood. En dan hebben we de opdracht met Frank ook voltooid. En het ziet er nou uit dat daar hier wel iemand dood gaat. Oké, die Shelly. Ah, shit. Ik had mijn super moeten inzetten. Nou, oh, we zijn wel vierde geworden. Er was nog iemand anders gekild. Ja, nou we hebben de opdracht met Frank ook al voltooid. Maar nog niet echt een hele zieke map tegenkomen. Dat is jammer, maar weer 500 punten erbij. Dus we hebben nu alweer 2 dozen vrijgespeeld. Laten we doorgaan naar de volgende opdracht. Met wie zou ik nu gaan spelen? Met Bo moet ik 1 binnenhalen en ik moet nog redelijk wat damage doen. Dus dit zijn 2 opdrachten in 1 die we kunnen voltooien. Eens kijken hoe dit gaat. En Bo, als we een map tegenkomen met heel veel bosjes, is Bo ideaal. Maar als je niet een map tegenkomt met heel veel bosjes, is die wat minder ideaal. En dit is zeg maar een map waar die niet heel ideaal in is. Maar ja, misschien dat het ook wel goed gaat komen. En we moeten dus ook veel damage doen.
Dus als ik bij een knokker kan komen, bijvoorbeeld een Jean in het vakje, dat zou wel chill zijn. Oeh, daar komt nu een Mortis. Die Surge is ook wel gevaarlijk. Ja, die Jean die wil ik hebben. Ah, oh, dit is jammer. Ik ga weer die jump maken. Ja, oké, nu kunnen we even damage doen. Oké, ik ga nu denk ik wel dood. Ja, inderdaad. Oké, maar maakt niet uit. Dat we nu nog geen win hebben is niet heel erg, want ik moet toch nog damage doen met Bo. En we hebben nu in ieder geval 6000 damage gedaan, maar dat is lang niet genoeg. We moeten echt veel en veel meer damage doen. Want op die manier kunnen we leuke maps tegenkomen natuurlijk. En ik moet toch nog één win halen, dus we moeten sowieso door blijven spelen met Bo. En dan krijgen we wel 500 punten als we die damage hebben gedaan. En dit is wel een lijpe map. Wow, yo, hoe krijg je dit voor elkaar? Dit kan toch... Oké. Dit is wel lijp. Gewoon allemaal skeletjes. Hier zat een Edgar. Oh, yo, daar liggen allemaal kistjes in het midden. Ik wil even damage doen. Maar je komt hier gewoon niet... Ja, je hebt alleen hier een jump. Oké, nice. Dan kan ik hier even een kill maken. Kan ik in ieder geval nog iets damage doen, maar niet heel veel. Maar weer niet in de top. Nee, Bo is niet een hele geschikte knokker hier. Maar ik ga gewoon even een tijdje door. Gewoon lekker pushen met Bo. En even kijken. Oh, nou, niet pushen. We krijgen geen trofee erbij. Maar ik laat gewoon de hoogtepunten zien. Dus als we een coole map tegenkomen, dan zien jullie me weer. Of als we een opdracht hebben voltooid. Oké, dit is wel even een grappige map om te laten zien. En ik kom bij een Jesse, wat ook wel chill is. Want die kan ik wel hebben. En dat betekent dat we er goed voor zijn. Ik denk dat we dit potje wel kunnen winnen. Daaronder is een Colt met een Mortis. Als die Mortis nou op die Colt gaat, dat zou chill zijn. En we doen ook wel redelijk wat damage. Dus dat is ook chill. Moet even uitkijken hier. Oh, daar was hem ook al. We zitten in de top 5, dus dit gaat hartstikke goed. Dit is wel een erg leuke map. Je allemaal, zeg maar, 2 tegen 2 als het ware, volgens mij. Zullen we die jump maken? Nee. Oké, ik wil heel even wachten dat we in de top komen. Lol, oké, nu kunnen we die jump maken. Dan ga ik nu richting die Colt. En dan hoop ik dat ik die Colt kan killen. Dat zou chill zijn. Oké, als ik hem niet kill is ook niet heel erg. Moet nu even uitkijken. Ik heb in ieder geval redelijk wat damage gedaan in het potje. En we zijn derde geworden. Dus we hebben nu weer een opdracht voltooid, dus dat is nice. En hoeveel damage had ik gedaan? 15.000. Inderdaad, redelijk wat. Maar ik moet nog 40.000 damage doen. Dus dat is nog steeds redelijk wat. Dus we gaan gewoon lekker door. Ja hoor, we hebben weer zo'n standaard map. Ik ga nu meteen naar het midden. En dan ga ik kijken of ik toevallig iets kan pakken. Oh, er liggen dus hier 4 kistjes. We kunnen in ieder geval wel sterk worden. En het voordeel is dat ik dan zo meteen extra damage kan doen. Ondertussen moet ik trouwens nog 14.000 damage doen. Dus ik heb alweer een stuk meer damage gedaan dan het wat logisch is. Want ik heb weer een aantal potjes tussendoor gedaan. Oh, dit is chill. Dankjewel, Daryl. Wat gaat hij doen? Wat? Waar komt hij nu terecht dan? Geen idee. Oké, ik ga even mijn super laden. En dan ga ik terug naar het midden. Waar die Daryl nu zit, ik heb echt geen idee. Ik had er wel bijna. Maar heb ik in ieder geval mooi wat damage gedaan. Dus dat is sowieso chill. Oh, ik moet hier even mijn super neerzetten. Ah, shit. Oké, nou, ik ga nu wel helaas dood. Oh, die Daryl. Echt geen idee waar die uiteindelijk terecht kwam. Misschien aan de andere kant of zo. Maar we hebben nu echt bijna de opdracht voltooid. Ik vond het wel een leuke map. Het idee was leuk. Maar we moeten nog... 3000 damage, dus dat gaat dit potje wel lukken. En dan hebben we weer een opdracht voltooid. Oeh, deze ziet er ook wel heel ziek uit, deze map. Dus dan laat ik deze ook eventjes zien. Dan moeten we natuurlijk er wel voor elkaar krijgen dat ik wat damage ga doen. Zullen we gewoon die jump maken? Ik neem gewoon die jump. Gewoon een beetje scheid hebben. Ik ga nu deze kant op. En er komt nu ook een search. Dus dat is weer wat minder. Dat is weer jammer, hè. Maar ik kan hier ook damage... Ik hoef ook niet extreem veel damage te doen. En dit is al voldoende. Oké, nice. Oeh, die Dyna doet irritant. Ik ga eventjes hier naar onder, want die Edgar die gaat sowieso op mijn jump aan. Waar kom je eigenlijk uit als je nu deze jump neemt? Ik ga nu even deze jump nemen. Oeh, ze zijn hier nu volop bezig. Dank jullie wel voor de gratis kills. Ah, ik ga nu wel dood. Maar maakt niet uit. Zieke map. Deze vond ik echt heel nice. Deze krijgt van mij sowieso een thumbs up. Ja, duimpje omhoog. Maar we hebben een opdracht gehad, dus dat is weer 500 punten erbij. Dan gaan we door naar de volgende opdracht. Ik heb nu van Dynamite, Shelly en Bee nog. Dus dat zijn de knokkers waarmee we nog eventjes gaan spelen. Shelly en Bee is geen probleem, want dat is gewoon eventjes in de top 4 eindigen. Nou, aangezien Shelly en Bee beide wel goede knokkers zijn voor een solo showdown, gaat dat niet zo moeilijk worden. Dynamite wordt iets lastiger, want dan moet ik nog redelijk wat damage doen. En dat gaat iets lastiger. Maar zelfs dat is gewoon een kwestie van een aantal potjes doen. En dan heb je dat ook gehad. Maar eens kijken... of we meteen in de top kunnen komen met Shelly. We gaan gewoon weer rechtstreeks naar het midden. Ren. Oké, deze twee kistjes daar laat ik. Ga ik even aan voorbij. En dan ga ik meteen voor de kistjes hier zo. Er is daar een Colt. Oké. Dat is in principe niet zo... Het maakt niet zoveel uit dat daar een Colt zit. Ja, alleen met zijn super kan die mij
eigenlijk door de kistjes raken. En dat maakt niet zo heel veel uit. Oh, als die Jackie nou hierheen komt en al die kistjes even opent. Dat zou wel chill zijn. Want dan kan ik zo meteen gewoon inkomen. En dan ga ik alles stelen. Kom maar op, boys. Kom maar op, kom maar op. Boom. Uh-oh. Ah, dat is alweer jammer. Het idee was leuk. Het idee was leuk. Oké, dit potje helaas niet gelukt. We hebben nog een potje nodig. Nou, oké, dit potje gaat goed komen. Hier een mooie kill. We zitten in de top 4. Dus een tweede potje met Jelly komt wel goed. Hieronder zat nog een Pep. Nou, die gaat dood door het drift. Een beetje een rare map, want volgens mij kwamen ze hieronder gewoon er niet uit. Er is nog een Dyna. En volgens mij is er nog één andere Shelly. Ja, er is inderdaad nog één andere Shelly. Oké, als hij hier naartoe loopt, dan kan ik misschien een kans hebben om te winnen. Maar anders gaat het never nooit lukken. Ik weet niet of... Ik denk dat hij weet dat ik hier zit. Ja, hij weet het inderdaad. Oké, dit is balend. Hij heeft 9 krachtpunten. Diegene of zij, het kan natuurlijk ook zij zijn. Ik ben benieuwd. Als we dit winnen, zou wel geweldig zijn. Ik ga zo meteen met mijn gadget er naartoe. En dan meteen mijn super inzetten. Oké, en dan boom, 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 boom. Oh, het zou wat zijn geweest. Het zou wat zijn geweest. Was ook bijna onmogelijk. Maar prima, we hebben deze opdracht voltooid. Dan gaan we nu door met B. En we zitten nu op de 52. Dus dat is nice. We kunnen beter zo op deze manier B selecteren. Dat is net wat makkelijker. En dan doen we een potje met B. Wat waarschijnlijk ook wel goed gaat komen. Aangezien B niet al te moeilijk is. We hebben daarna alleen nog met Dynamike. En dan heb ik weer zoveel punten erbij gekregen. Dan heb ik trouwens bijna alle opdrachten in deze hele Brawl Pass, gewoon dit hele seizoen, heb ik gewoon allemaal voltooid. Dat is wel echt insane. Zegt ook wel iets over hoeveel ik heb gespeeld. Daar is een search. Die kunnen we misschien hebben. Ik heb nu wel een power shot. Dus dat is op zich wel nice. We kunnen hier even die power shot inzetten. Nu alleen even uitkijken. Kom dan, Colt, jongen. Kom dan. Wat wil je dan, hè? Wat wil je? Ik maak je helemaal kapot. Als je met mij ruzie zoekt, nu zeg ik dat wel, maar krijg ik zelf alleen maar damage tegen. Moeten we even healen? En dan ga ik die Colt pakken. Oh, dit is stom, dit is stom, dit is stom. Oh, ik heb hem wel. Hij gaat zelf ook dood. Yo! Ja, stop dat die Edgar zich er dan ging mee bemoeien. Waarom zou je als Edgar op een bier gaan springen? Dat is echt het domste wat je kan doen. Helemaal omdat de meeste bees die spelers die honingschild hebben, waardoor ze 1 HP overhouden. Dan ga je het sowieso niet halen als Edgar zeide. Oké, maar dit is een hele open map. Dus dit moet goed komen. We gaan eventjes gewoon geconcentreerd spelen. Niet aanvallend. Niet te gek doen. En gewoon zorgen dat we even in de... dat we in de top 4 gaan komen. Ik zou wel uitkijken als ik jou was. Of ik moet eigenlijk uitkijken als ik mij was. Even kijken. En ja, ik had het nog wel. Ik had het nog wel. Niet heel lekker gespeeld. Maar ja, dat maakt in deze potje natuurlijk ook minder uit. Want de vierde plek is hetzelfde als een eerste plek. Dat maakt niet uit. Oké, we hebben weer een opdracht voltooid. Dan moeten we nu alleen nog de opdracht met Dynamike voltooien. Deze zijn allemaal voor game modus. Dat ga ik nu niet doen. Maar dan heb ik alle opdrachten met Crocs voltooid. Dan zijn dit de enigste opdrachten die ik dit seizoen nog kan voltooien. En dan heb ik alle opdrachten voltooid. Maar we gaan nu even lekker spelen met Dynamike. Hé, dan kunnen we beter sluiten. Dyna jump selecteren. Dat is leuk. Dat is leuk. Dan kunnen we daar even mee kloten. En dan worden dat de laatste potjes. En donder. Oké, dit is wel grappig. Op zich moeten we dan precies timen met Dyna jump. En als we dat dan doen, dan zou dit misschien wat kunnen worden. Oké, jump. Nee. Ik jumpte wel, maar het was niet goed genoeg. We zijn 9e geworden. We hebben wel 6000 damage gedaan met 1 kogel. Dat is wel nice. Misschien had ik gewoon zoveel kogels me neer moeten leggen als ik kon. Daar zijn deze maps wel ideaal voor. Om gewoon snel veel damage te doen. Maar wat voor map krijgen we nu? Dit ziet er ook wel vet uit. Alleen dit is een totaal ander soort map. Maar voor mij is dit ideaal. Want ik kan dus gewoon lekker over die muurtjes heen jumpen. En die Surgie kan dat alleen ook. Dus dat is weer wat minder. Ah, yo! Oh, dit is jammer, dit is jammer. Heb ik ook geen damage gedaan. Ik laat gewoon vanaf nu weer de hoogtepunten zien. Oh, ik heb nog wel 2000 damage gedaan. Dus als het goed is, is dit voldoende? Is dit voldoende? Ja, het is inderdaad voldoende. Prima, ik ben het best geweest. Nog 250 punten erbij. Dan zitten we momenteel op de 53 grote dozen die ik klaar heb staan. Insane. Ik vind het echt nice. Voorheen, nu vind ik het goed. Ik heb trouwens wel een mooi record op dit moment. 30.333. Eigenlijk moet ik 3-3-3-3-3 hebben. Dat zou helemaal ziek zijn. Maar ja, dat gaat voorlopig nog niet lukken. Ik probeer trouwens ondertussen ook al mijn knokkers boven de 700 te pushen. Ik moet alleen Chrome, Mortis, Dynamike, Barley, Jean en Pam nog. Dus dat zijn de enige knokkers. Maar daar ga ik wel voor strijden. Maar dit was voor deze video. Jullie bedankt voor het kijken.
Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!